Slakken zijn normaal gesproken niet vooruit te branden. Maar wadslakjes zijn anders. Zij hebben een aantal bijzondere aanpassingen om zich sneller te verplaatsen. Via het water. Door een slijmbelletje te maken drijven ze mee met de stroming. Maar ook door de lucht. Met hulp van de bergeend. Een bergeend eet per dag duizenden wadslakjes. En er zijn er altijd wel een paar die de reis door het maag-darmstelsel van de bergeend overleven. Ze worden dan weer levend uitgepoept en verspreiden zich zo over het waddengebied. Wadslakjes leven het liefst op hele slikkige wadplaten en bereiken er enorme dichtheden. Tot wel enkele duizenden wadslakjes per vierkante meter. Al deze wadslakjes grazen de wadbodem af, op zoek naar kiezelwieren om te eten. Wadslakjes zijn consumenten van de eerste orde en een onmisbare schakel in de voedselketen.